2020 was echt een bijzonder klote jaar. En hoewel het vrijwel onmogelijk lijkt dat 2021 nog slechter kan gaan worden, klop ik voor de zekerheid dat toch nog maar heel even af. Eén punt waar 2020 eigenlijk niet op tegenviel, dat is videogames. Want het afgelopen jaar zijn er echt bijzonder veel hele vette games uitgekomen. Ik had dan ook geen enkele moeite om mijn top 10 samen te stellen. En ik heb er zelfs een heleboel titels buiten moeten laten. Soms omdat die ieder jaar al in mijn lijstje stonden. En ja, ik had ze nu er ook bij kunnen zetten. Maar er was zoveel uit te kiezen. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus gaan we nu kijken. Is 2021 net zo goed? Of gaat het net zo goed worden? Ik heb voor mezelf een top 5 gemaakt. Ik heb een aantal honorable mentions. Daar komen we zo op terug. Maar ik heb een top 5 gemaakt en daar was het al moeilijk kiezen hoor. Want er zitten al best wel wat vette titels aan te komen. Hele grote titels ook wat dat betreft. En we hebben natuurlijk nog een hele sloot aan onaangekondigde games die ook gewoon in 2021 gaan uitkomen. Maar weet je, daar gaan we ons even niet mee bezighouden. Laten we heel even beginnen met de honorable mentions. Want dit zijn toch wel titels die stuk voor stuk, naar mijn mening, een plekje hebben verdiend in deze lijst. Helaas niet in de top 5 gekomen, maar absoluut games die je in de gaten moet gaan houden in 2021. En de eerste game die als honorable mention op het lijstje staat, dat is Gran Turismo 7. En iedereen weet, ik ben echt een gigantische Gran Turismo fan, nerd. Van het allereerste uur op de PlayStation 1, daarna eigenlijk nooit meer losgelaten. Voor mij ook altijd een reden geweest om een PlayStation in huis te halen. De afgelopen generatie op PlayStation 4 hebben we natuurlijk GT Sport gekregen. Het was een toffe game, heb ik ook honderden uren in gestopt, maar het was niet de Gran Turismo waar ik persoonlijk op had gehoopt. En dat was gewoon een volwaardig vervolg op Gran Turismo 6. Gewoon een volledig deel uit de serie. En die krijgen we nu, Gran Turismo 7, volledig met carrière modus erop en eraan. Daar kijk ik dus enorm naar uit. Volgende honorable mention, Halo Infinite. Halo Infinite zou normaliter altijd in mijn top 5 aan games komen waar ik het meest naar uitkijk, maar Halo Infinite, ik heb maar bar weinig vertrouwen meer in, om heel eerlijk te zijn. De game had natuurlijk al lang uit moeten zijn. Is uiteindelijk uitgesteld toen na vorig jaar. Vorig jaar is die weer uitgesteld. Net dit jaar, de reacties op de game zijn gewoon bijzonder slecht. Halo 5 was echt een hele matig titel. Qua multiplayer wel weer heel erg goed, maar dat is niet waarom ik een Halo game speel. Ik wil gewoon toffe avonturen beleven met de Master Chief. En dat was gewoon simpelweg bij Halo 5 niet het geval. En bij Halo 4 al ietsjes minder. Ik hoop dat we bij 343 op de rit krijgen. Maar er is zoveel gezeik en gezeur binnen die studio en mensen die opstappen, dat ik er weinig vertrouwen meer in heb. Maar dan hebben we nog eentje. En dit zal je misschien verbazen. Het gaat om Nederlands trots. Horizon Forbidden West. En niet omdat ik Horizon Zero Dawn geen vette game vind. Maar heel simpel, ik heb Horizon Zero Dawn nooit gespeeld. Om een of andere reden niet naartoe gekomen. Stond altijd op mijn backlog. Toen kwam die afgelopen jaar uit op PC. Dat heb ik heel even geprobeerd. Maar de performance en de crashes en de bugs, die waren zo alom aanwezig dat ik heb besloten, ik ga dat een andere keer spelen. Dus ik heb nooit de Horizon ervaring echt gehad. Deze ziet er ongelooflijk mooi uit. Komt zowel uit op PlayStation 4 als PlayStation 5. Beetje gek gezien de uitspraak van Sony eerder over cross-generational games. Maakt niet uit. Het ziet er super vet uit. Het is van Nederlandse makelij. En dus verdient hij absoluut een plekje in het rijtje honorable mentions. En eigenlijk misschien wel voor jou zeker in de top 5. Komt-ie! Mijn top 5 games waar ik het meest naar uitkijk in 2021. Chris? Sorry, Ethan. What? Hey! Op nummer 5 dus, Resident Evil Village, oftewel Resident Evil 8. En ik moet zeggen, ik ben altijd een fan geweest van Resident Evil. Ook
In de early days, toen het echt bijzonder campy was, super slecht geacteerd, noem het allemaal maar op. Ik heb me enorm vermaakt met die games en ik was er ook letterlijk bang voor. Zeker de allereerste. Bewaar ik ontzettend goede herinneringen aan. Daarna heb ik ook nog de remake gespeeld op GameCube. Was ongelooflijk vet. Ik heb Resident Evil Zero gespeeld. Was iets minder vet al, maar nog steeds oké. En toen ging in één keer Resident Evil een pad bewandelen waarvan ik zoiets had... dat moet je niet doen. Nu heb je je hele serie redelijk te grabbel gegooid. Dat hebben we ook gezien. De populariteit van Resident Evil is daardoor echt enorm gedaald. En ik heb het hier natuurlijk over Resident Evil 5 en Resident Evil 6. Dat waren echt bijzonder slechte games. Althans, het waren niet eens Resident Evil games, naar mijn mening. En zeker na het legendarische deeltje 4, wat echt heel erg vet was... kwamen in één keer deze games... het had bijna een franchise om zeep geholpen, naar mijn mening. Toen kregen we daar gelukkig Resident Evil 7. Een game die de franchise opnieuw uit heeft gevonden. Een nieuw steltje heeft gegeven. Een beetje weggestapt van die campiness. En insane. Ook nog eens volledig in VR te spelen. Op PlayStation VR en volgens mij ook op PC. Dat weet ik niet zeker. Ik weet wel zeker dat hij op PlayStation VR te spelen was. En Resident Evil 8 lijkt een beetje die traditie die ze hebben ingezet bij 7. Misschien al een beetje bij 4. Door te gaan zetten. En het ziet er bijzonder goed uit. De graphics zijn echt insane. De release, de reveal trailer was echt bijzonder stijlvol wat dat betreft. En ik vind het mooi dat ze bij Resident Evil nu een soort van twee kanten op zijn gegaan. We hebben deze nieuwe type Resident Evil games. A la 7 en nu dus ook 8. En we hebben ook die old school remake vibe. Gewoon echt de old school vibe in ieder geval van Resident Evil 2 remake. Resident Evil 3 remake. En ja, misschien hoort de eerste daar misschien ook al bij op GameCube. En die is ook op PlayStation te spelen in HD. Noem het allemaal maar op. De franchise staat er weer goed voor. Laten we daarop houden. En ik denk dan ook meer dan een terechte plek 5. De volgende game op mijn lijstje is dus Kena, Bridge of Spirits. En ik zal gelijk al maar heel eerlijk zijn. Hier wil ik eigenlijk nog wat meer van gaan zien voordat ik het echt kan gaan bejubelen natuurlijk. Maar het ziet er goed uit. Het is een game die uitkomt op de PC en de PlayStation 5. Volgens mij ook de PlayStation 4, weet ik niet helemaal zeker. Had ik heel even moeten opzoeken natuurlijk. Maar deze game, hoe het eruit ziet, het heeft me echt weggeblazen. Weet je, ik had het al een klein beetje... met Kingdom Hearts 3, voor de mensen die dat hebben gespeeld. Daarin ga je langs de verschillende Disney-werelden van Pixar onder andere. En dat zag er echt insane uit. Dat hadden ze echt zo ontzettend goed gedaan. En ik heb hier gelijk exact diezelfde vibe. Het ziet er echt uit als een Disney-Pixar-film. En nu niet, het ziet eruit als een Disney-Pixar-film. Nee, het ziet er echt uit als een Disney-Pixar-film. Ongelooflijk vet. Van wat ik heb gezien... De combat ziet er bijzonder vloeiend uit. Er zitten wat leuke puzzels in wat dat betreft. Wat het precies gaat zijn, ik hoop dat het een klein beetje schuurt aan The Legend of Zelda. Daar lijkt ze natuurlijk wel een boel inspiratie aan op te halen. En natuurlijk heb je ook nog al die kleine beestjes die je kan gaan verzamelen. En die je moet gebruiken volgens mij ook bij het oplossen van puzzels en het verslaan van vijanden. Kena Bridge of Spirits. Ik zou er heel graag meer van willen weten. En ik zou er nog veel liever mee aan de slag willen gaan. Maar als dit voor mij een taste van Next Gen is. Waarbij we kunnen zien dat animatiefilms. Zoals we die kennen van Disney. Echt tot leven komen op ons beeldscherm. Ja, dan word ik daar echt ontzettend blij van. En lift dat gewoon de hele games video industrie toch ook weer naar een hoger niveau. Dus Kena Bridge of Spirits. Op plek 4.
Ja, en dit zal voor sommigen vrij dubieus zijn, maar ik zet hem gewoon op plekje 3. Mass Effect, de Legendary Collection, de trilogie, remastered, dus niet remade, niet reimagined zoals ze zelf zeggen. Nee, het is echt de Mass Effect ervaring zoals we die toen bedoeld hebben, maar wel met een aantal quality of life verbeteringen die niet de ervaring aantasten, maar wel het moderner maken om het te gaan spelen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de graphics een mooie lift gehad wat dat betreft. En waarom is het dubieus? Ik heb nog nooit in mijn leven een Mass Effect gespeeld. Het is natuurlijk al een redelijk oude serie op dit moment. En ik heb echt geen idee waarom ik dit niet heb gespeeld. Ik heb geen idee waarom ik dit niet heb gespeeld. Want het is sci-fi, het is een westerse RPG, het is BioWare. BioWare in zijn prime natuurlijk. En zeker in die tijd waarin ik echt... Het is geen geheim. Knights of the Old Republic is voor mij de allerbeste game ooit gemaakt. En dat kwam gewoon van diezelfde studio. En dat was in een periode waarin ze ook games uitbrachten als Jade Empire. En dan kwamen ze ook weer met de Mass Effect serie. En de Mass Effect serie heeft natuurlijk een gigantische impact gehad op de gaming industrie. De trilogie staat echt hoog aangeschreven. Er was wat te doen om het einde van Mass Effect 3... Ik ben er allemaal niet bij geweest, dus ik ga er redelijk fris in. Het schijnt echt een legendarische serie te zijn. Nou, jij kan dat denk ik ook wel gaan bevestigen. Het is dus ook een game die ik dit jaar voor het eerst ga spelen. En dat ga ik hoogstwaarschijnlijk op stream doen. Dus wil je dat niet missen, volg me dan ook even op twitch.tv/koosgk. En dan gaan we daar aan de slag met de Mass Effect serie. Ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten. We hebben nog geen gameplay gezien of wat dan ook. We hadden een mooie teaser trailer wat dat betreft. Het is een hele oude game. Het is een game die ook weer in een hele moeilijke situatie zit op dit moment. We hebben natuurlijk de game Andromeda gehad. Die is volgens mij in 2017 uitgekomen, als ik me niet vergis. Keken mensen ook natuurlijk ontzettend naar uit. Bleek het drol van de game te zijn. Althans, de een zegt, hij was best wel aardig, maar niet zo goed als de rest van de Mass Effect serie. En de anderen zeggen weer, nee, dit moet je absoluut niet aanraken. Blijf hier ver van weg. Dit besmeurt de goede naam van Mass Effect. En dus is het maar de vraag of we überhaupt ooit nog een tof, nieuw, volwaardig deel gaan krijgen. Wellicht een spin-off of wat dan ook. Ik heb geen idee, maar ik moet eerst nog met deze trilogie aan de slag. En dus vandaar Mass Effect, The Legendary Collection, op 3 voor 2021. The time draws near. God of War, Ragnarok. Dus ja, jongens, hiervan weten we allemaal. Dit gaat een mega klappen worden natuurlijk. God of War, de reboot. Een soft reboot kan je misschien wel zeggen. In 2018 kwam die natuurlijk uit op de PlayStation 4. Ik was volledig weggeblazen. En ondanks dat die in 2018 niet op mijn nummer 1 plek stond, die was gereserveerd voor Spider-Man. Dat is puur persoonlijke voorkeur. Dat is omdat ik een Spidey fanboy ben ook. Ik kom daar gewoon eerlijk over uit. Maar als we heel even een stapje terug doen en objectief kijken, ik denk dat God of War de beste game van 2018 was. In ieder geval, naar hoe het in elkaar stak, hoe het eruit zag, hoe het speelde, het verhaal. Ik vond het echt insane. En ik ben iemand die de originele God of War serie nooit echt heeft kunnen waarderen. Het zag er altijd wel vet uit. Maar het kon mijn aandacht gewoon niet lang genoeg vasthouden. Misschien heb jij dat ook gehad. En de reboot heeft natuurlijk ook het principe van het spel zelf dusdanig aangepast dat het eigenlijk een ander type game is geworden. En I'm all for the man. God of War uit 2018. Wauw, wat was dat een ervaring. Wat waren die boss battles? Natuurlijk een staple from the series. Die boss battles waren echt insane. De antagonist was echt insane. Ook fantastisch. Ja, ik wil hier gewoon meer van. En
Ik denk dat deze nu redelijk snel komt, want iedereen was weggeblazen dat hij dus al dit jaar zou komen. Dat is 3 jaar na dato, na het originele deel. Ik denk dat het gewoon is, ze hebben hier een engine neergezet die één, er ontzettend goed uitziet. Want ik denk als je God of War op 60 fps uitbrengt op de PlayStation 5, dat is er nu al, maar max in 1080p. Maar even in een dynamische 4K resolutie, 60 fps, als je dat uitbrengt op de PlayStation 5, dan ziet het er al ongelooflijk uit. Ik denk dat die engine redelijk goed met de toekomst in gedachten in elkaar gezet is. En dan denk ik dus ook dat deze game heel erg goed gaat schalen op de PlayStation 5. En dus hebben ze hem ook wat eerder uit kunnen brengen dan bijvoorbeeld de looptijd heeft gehad van de reboot. Want die is volgens mij, als ik me niet vergis, 6 tot 7 jaar in ontwikkeling geweest. Nou, nu zullen ze hier ook wel iets voor 2018 begonnen zijn natuurlijk. Maar ja, God of War, Ragnarok man, kom maar op. Ik blijf de hele tijd Thor Ragnarok zeggen natuurlijk door de film van Taika Waititi. Wat ook een hele vette film was. Een hevige 80s vibe had. Dat gaat deze game natuurlijk niet hebben. Maar God of War Ragnarok, jongens. Weggeblazen dat die al in 2021 komt. En super excited dat we die gewoon gaan spelen. Kom erop. En ik wil gameplay zien, Sony Santa Monica. Ik wil gameplay zien, want jullie hadden een hele mooie teaser trailer. Maar als die al dit jaar moet uitkomen, dan heb je ook gameplay voor ons. Laat het ons zien. God of War Ragnarok. Op plek 2 dus. Legacy of the crystals. Has shaped our history. En zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. En dat is in dit geval Final Fantasy XVI. Wauw, wat kijk ik uit naar deze game, man. Ja, waar moet ik beginnen? Sowieso is de release van een volwaardige Final Fantasy titel altijd reden voor een feestje. Natuurlijk, er zijn highs, er zijn lows, maar over het algemeen ligt de lat van die franchise en die serie toch wel echt heel erg hoog. Final Fantasy XVI wordt gemaakt door Creative Business Unit 3 en wordt geregisseerd en geproduceerd door onze grote vriend Naoki Yoshida, die ja, toch wel de mastermind is achter Final Fantasy XIV, de MMO, waar ik het wel vaker over heb gehad natuurlijk en onlangs nog een video heb gemaakt op mijn YouTube kanaal. Dit ziet er ongelooflijk vet uit. De wereld is opgedeeld in 6 verschillende landen. En in Nederland wordt er een dominant, zoals ze het noemen, als kind geboren. Die de icons kan summonen en oproepen. En weet je, ze zorgen voor prosperity, maar ze kunnen ook voor oorlog ingezet worden. Maar een van de belangrijkste aspecten daarvan is, ja, ze kunnen de icons oproepen, maar ze hebben het niet altijd onder controle. En dus sommige landen, als er een dominant wordt geboren, dan, ja, dan executeren ze die meteen. En andere landen gebruiken het juist voor een defensie. De trailer, ik had een beetje mixed feelings erover. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat de graphics er gewoon niet zo heel erg goed uitzagen wat dat betreft. En Naoki Yoshida heeft er inmiddels al op gereageerd. Die zei, ja, wij wilden gewoon eerlijk zijn. We wilden geen onredelijk beeld schetsen. Deze game is nog in ontwikkeling. En dus laten we jullie gewoon een work in progress zien. We gaan het niet mooier maken dan dat het is. De trailer draaide trouwens op de PC, maar naar specificaties van de PlayStation 5. En ja, het gaat gewoon weer een open wereld
RPG worden. Met real-time combat. Dus ik hoop persoonlijk dat ze echt één op één gewoon het combat systeem vanuit Final Fantasy 7 Remake importeren en die in Final Fantasy 16 stoppen. Final Fantasy is natuurlijk sowieso al wat meer real-time geworden. Final Fantasy 15 was natuurlijk real-time. Final Fantasy 7 had naar mijn mening de allerbeste balans daarin. Real-time combat, maar ook nog een manier om de wereld op pauze te zetten en nog wat strategische elementen wat dat betreft daaraan toe te voegen. Dat belooft gewoon ontzettend veel goed. Gaat dat ook in deze game zo zijn? Ja, de combat gaat real-time zijn. Gaan we ook dat gedeelte van Remake erbij krijgen? Ik heb geen idee. Ik denk dat het wel echt twee compleet verschillende titels zijn natuurlijk. Final Fantasy 16 keert weer terug naar echt dat old-school fantasy gevoel. Wat ze ook wel in 14 hebben. Final Fantasy 7 was natuurlijk, en 15 ook, was het meer futuristisch. 7 zeker cyberpunkish. En dit gaat weer terug naar zijn roots. En daar voel ik me toch wel heel erg fijn bij. Ondanks dat ik zelf nooit echt een fantasy fan ben geweest, is toch 9. Final Fantasy 9 is mijn favoriete Final Fantasy aller tijden. Dat heeft ook echt die old school fantasy look. Final Fantasy 14 heeft dat. Dat is naar mijn mening ook een van de allerbeste Final Fantasies. En deze Final Fantasy 16 lijkt daar ook gewoon lekker op voor te beduren. Jij speelt met Clive. Dat is de main character in deze game. En Clive is de broer van Joshua. En Joshua is de dormant van het land waar zij vandaan komen. En zijn icon is een phoenix van Joshua dan, die hij kan oproepen. Je ziet ergens in de trailer dat Joshua iets doorgeeft aan Clive, waardoor het lijkt alsof Clive in één keer wat icon abilities heeft. Je ziet dat wanneer hij af en toe een uppercut doet of zo, zie je een halve Phoenix Wing. Ik zie daar op die manier zoiets gebeuren. Dat ziet er natuurlijk insane uit. We zagen ook nog wat andere icons. We zagen Ifrit, we zagen Titan en we zagen Shiva. Nou, samen met Phoenix, dat zijn er 4. Er zitten 6 landen in de game, dus ik verwacht dat er zeker nog 2 bij zullen komen. Ik sluit niet uit dat er nog meer in zitten natuurlijk, maar ik denk dat er zeker nog 2 bij gaan komen. En ik kan niet wachten om me weer helemaal onder te laten dolven van de wereld van Final Fantasy 16. Naoki Yoshida is werkelijk echt een mastermind wanneer het komt tot storytelling in games. Als we over één ding eens kunnen zijn, is dat Final Fantasy 14, los van of jij een MMO-speler bent, ja of nee, maar als je de storylines gaat kijken, en dan met name die van Heavensward en Shadowbringers, dat is van zo'n ongekend hoog niveau. Ik heb alle vertrouwen in dit project. Ik heb alle vertrouwen in Naoki Yoshida. En Final Fantasy 16 is dan ook echt voor mij de game die echt op eenzame hoogte staat wanneer het om games voor 2021 betreft. En dit was mijn lijstje, jongens. Dit was mijn lijstje voor de top games van 2021, waar ik persoonlijk het meest naar uitkijk. Heb ik wat titels gemist? Dan laten jullie mij ongetwijfeld weten hieronder in de comments. Ben je nog niet geabonneerd en je vond dit een leuke video? Zorg dan dat je geabonneerd bent. Laat ook heel even dat duimpje omhoog achter. En dan ben ik je ontzettend dankbaar. Voor nu wens ik jullie ook allemaal de beste wensen voor 2021. Jullie zijn allemaal bazig. Dank je wel voor jullie support het afgelopen jaar. En we gaan weer een mooi jaar tegemoet samen. Later!